Goedemorgen, dit is het Weersignaal van weerplaza.nl. Als we goed kijken, zien we op de Noordzee toch wat kleurverschil in het satellietbeeld. Dat is allemaal mist en dat is ook boven land aanwezig, waardoor het zicht vanochtend vroeg op sommige plaatsen bijzonder slecht is. In de loop van de ochtend dan lost de mist op steeds meer plaatsen op en breekt ook de zon wat vaker door. Temperaturen liggen dan rond het vriespunt en er is weinig wind. Vanmiddag neemt de wind iets toe, waardoor de mist uiteindelijk wat sneller oplost en uiteindelijk breekt zo goed als overal de zon door. Maar er zijn ook regio's waar het grijs blijft door de mist. Grote verschillen daardoor in temperatuur, met zo'n 2 tot 6 graden op de meeste plaatsen. Vanavond er zijn er brede opklaringen, koelt het opnieuw flink af naar landinwaartswaarde onder het vriespunt en kan er opnieuw mist ontstaan. In de loop van de nacht neemt de bewolking toe en loopt ook de temperatuur weer iets op. Morgen is het wisselend bewolkt, maar vanuit het westen wordt de bewolking dikker. Het blijft tot de avond overal droog, dat allemaal bij temperaturen van zo'n 6 of 7 graden. Vrijdag wordt dan een zeer zachte dag, wel met veel bewolking en van tijd tot tijd regen. Zaterdag is het weer wat vaker droog met af en toe ruimte voor de zon. Ook zondag wordt een droge dag met nu en dan wat zon. Het wordt wel weer iets minder zacht met temperaturen rond 7 graden. Mijn naam is Wilfried Jansen en ik wens u nog een fijne nieuwjaarsdag.